De workshop is zo populair dat er al een tweede sessie moest worden ingepland. Er waren veel aanmeldingen van kinderen en hun ouders. Leuk, ook wel best moeilijk, best zwaar, want dit is bijna niet te buigen, maar het is wel leuk. Ik ben een vlinder aan het maken van de wortels van de wilgenbomen, volgens mij. Nou ja, bijna goed. Het zijn de takken van de wilgen waar vanmiddag mee geknutseld wordt. Dit is grindhout, dus door de wilgenboompjes, de soepele soort wilgen, heel erg dicht bij elkaar te zetten, moeten ze omhoog groeien en krijg je dus van die mooie, lange, dunne slieten. Dat is iets anders dan een knotwilg, want die staat meters uit elkaar, dus dan krijg je veel kortere, dikkere takken. Ineke Visser weet er alles vanaf. Al 18 jaar vlecht ze met dit materiaal en tegenwoordig verbouwt ze ook zelf de bomen. Ik heb iets van 25 soorten. Dat kan je bij de kransen ook zien. Die hebben twee verschillende soorten wilg erbij. En sommige kleuren, na het drogen, blijven ze dus groen. En deze, die zijn nu ook groenig, maar die worden vanzelf worden ze een beetje bruin. Deze takken zijn dus prima geschikt om een krans, een vlinder of een bloem mee te maken. Ik buig eerst zo'n dikke tak, maak ik een beetje flexibel. Dan begin ik bij het dikste punt. Dat leg ik en dan ga ik steeds omheen wikkelen. En dan uiteindelijk maak ik het dunste stukje. Dat steek ik er tussendoor, zodat het goed blijft zitten. Niet alleen kinderen konden zich aanmelden voor de workshop. Ook ouders en opa's en oma's waren uitgenodigd. Ik wou mijn kleinkinderen iets anders laten doen dan een zwembadje of bowlingen en iets met de natuur te laten doen. Maar wat vindt u ervan? Ja, ik vind het ook heel erg leuk. Ja, ik vind het heel erg leuk. Het is vies handen en alles, maar ik vind het echt ik vind het hartstikke leuk. En ze nemen wat mee naar huis, ze kunnen thuis laten zien wat ze hebben gedaan. Dat vind ik ook wel belangrijk. Na al die jaren weet Ineke inmiddels wel hoe ze een krans moet maken, maar toch is ze nog niet uitgekeken op het materiaal. De techniek heb je onder de knie, maar er worden wel eens nieuwe technieken weer uitgevonden. Maar iedere keer wat anders maken. Ik weet niet of jullie in de vijver die eendenplateaus gezien hebben. Die hebben we dus vorige week gemaakt met de mensen die hier werken op het terrein. En dat is een hele andere uitdaging. De kinderen knutselen ondertussen verder, zodat ze hun werkstukken mee naar huis kunnen nemen. De meesten krijgen een plaatsje aan de muur, maar een gevlochten bloem doet het natuurlijk ook heel goed als cadeautje. En wat ga je nou met de bloem doen als die af is? Dan ga ik hem aan mijn buren geven. Aan je buren, wat lief. Ja. En waarom verdienen die zo'n bloem? Nou, omdat wij heel veel dingetjes van hun mogen lenen. En dus eigenlijk gewoon een soort bedankje dat wij heel veel dingen mogen lenen. Dus ik krijg ze deze bloem. Ook de rest van de voorjaarsvakantie zijn er nog activiteiten bij Wijzicht. Kijk op onze site rtvdordrecht.nl voor een link naar het overzicht.